Ja, goeiedag allemaal. We zijn weer bij les 5 gekomen uit de vierde serie in verband met de evangeliën. We hebben daar een aantal dingen over gezien de vorige keer. En in deze les gaan we bekijken waarom er 4 evangeliën zijn. Dat is wel een belangrijke vraag toch die je kan stellen. Waarom zijn er nou 4 evangeliën? Zou één evangelie eigenlijk gewoon niet veel eenvoudiger zijn, toch? Gewoon één boodschap, één evangelie. Je ziet ook al eens dat men probeert die 4 evangelieën, dat noemen ze ook de synopsis, geloof ik. En dan heb je vooral de eerste 3 evangelieën zoveel mogelijk naast elkaar te zetten. En dan zoveel mogelijk die volgorde ja, met elkaar te in verbinding te brengen. Maar dat is niet, dat moeten we niet doen, want er zijn niet voor niks 4 evangelieën, ja? Dus de Heilige Geest heeft er nou eenmaal voor gekozen om er 4 evangeliën op te doen schrijven met een heel specifiek doel. 4 is het nummer van de aarde en het is deze viervoudige, het viervoudige ja, foto, plaatje zeg maar, van de aardse bediening van de Heer Jezus Christus. En zijn bediening ontvouwt, is de ontvouwing zeg maar van een viervoudig profetisch portret ja, van het meest wonderbare leven van iemand op deze aarde ooit geleefd. Ja. Dus ze zijn niet een complete biografie. Het is een vierdimensionaal portret van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk net zoals met een architect. Ik werk ook vaak met tekeningen. En nou is dan zo'n, als je ziet bijvoorbeeld als je een huis te koop zet en je ziet dan nog bij Funda, dan kijk je naar die foto's, zie je ook die tekeningen en ja, dan zie je de tekeningen van al die ruimtes. Nou is dat vrij plat allemaal, maar als je echt de tekening van een huis hebt, die dan gebouwd moet worden, dan krijg je de voorkant, de achterkant, de zijkant, de bovenkant, van alle kanten wordt dat huis getekend en kan je het daardoor berekenen wat je nodig hebt voor oppervlaktes en dat soort dingen, maar dan krijg je dus een vierdimensionaal beeld eigenlijk van het huis wat gebouwd gaat worden. En dat is eigenlijk met de 4 evangeliën exact hetzelfde. En het is, de evangeliën zijn dus ook niet een complete biografie. Ten eerste lees je iets van de geboorte en dan dat hij 12 jaar is en naar de tempel gaat. En daarna begint zijn bediening als hij zeg maar 30 is. Dus dan heb je een heel stuk wat wij niet lezen over zijn leven. Helemaal niet. Johannes 1 vers 25 is er ook, Johannes 21 vers 25. Kijk, als het echt een biografie van de Heer Jezus zou zijn, dan zou je zoveel boeken nodig hebben. Want kijk, Johannes 21 vers 25. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld dezelfde de geschreven boeken niet zou bevatten. Zie je wel? Dus het zou te veel zijn om het allemaal op te schrijven. Ook die wonderen van de Heer Jezus. Ja, hij heeft er, die zijn allemaal opgeschreven met een bedoeling. Want hij heeft er veel meer gedaan. Veel meer genezen als wat wij lezen. Enzovoort. Dus ja, nogmaals. Het is dus geen complete biografie. Nee. Duizenden boeken zouden nog niet genoeg zijn. Het is ook zo, het zijn 4 geïnspireerde profetische portretten. Allemaal opgeschreven met een, ja, een onderscheiden ontwerp. Volgens het principe van selectie. Er wordt dus geselecteerd. Als je dus denkt aan Matthäus, hè? Nou, Matthäus, dat spreekt over de koninklijke heerser. Ja? De koninklijke heerser. De koning van Israël. Als we praten over Marcus, dan spreek je over de wonderbare werker. Of de wonderbare werkman. Ja? De dienstknecht van Jehovah God. Als je praat over Lucas, dan spreek je over de magnifieke mens. Ja? Want dat was die. Ja? Hij was een wonderbare dienstknecht. En hij was een koninklijke heerser in spe. Want ze hebben hem niet aangenomen. Maar dat gaat hij zeker worden.
En wat Lucas betreft, een magnifieke mens. Ja, er is maar één mens die volmaakt en zo magnifiek was als hij. Daarom is hij ook voor veel mensen in deze wereld een voorbeeld. Ook al geloven ze niet in hem, in het verlossingswerk. Ze zien wel, hé, dat is wel een heel bijzonder mens geweest. Dat was hij zeker. En dus hij is de perfecte, volmaakte zoon des mensen. Vertegenwoordiger van de mensen. Ja, er is er maar één zoals hij geweest op deze aarde. En als we het over Johannes spreken, dan spreken we over zijn gedemonstreerde wat? Godheid. Je ziet hier dus die vier aspecten, ja? De eeuwige God, zo beeldt Johannes in zijn evangelie hem uit. Het staat niet voor niks 7 keer ik ben, hè? Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben, elke keer. Nou, je weet, ik ben de naam van God. Ik ben die ik ben. Dus dat heeft alles met zijn godheid te maken. Dus dat is daarom waarom dat zo dus allemaal zo beschreven is. Die vier aspecten van de Heere Jezus Christus en in zijn bediening. En oké, dan zie je dus dat getal 4, zie je dus in een aantal keren ook vooraf gebeeld in het Oude Testament. De vier ziet-principes. Ziet. Ziet. Dat zien we 4 keer. Die elementen die we net spraken over de Heer Jezus, die vier gezichtshoeken in verband met wie hij was en wat hij deed, zien wij dus ook reeds in het Oude Testament geprofeteerd. Kijk met mij naar Zacharia 9, vers 9. Zacharia 9, vers 9. Kijk, wat staat daar? Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel en op een veulen, een jongen der ezelinnen. Nou, denk aan de intocht van Jeruzalem. Dat was de Heer Jezus. Hij reed inderdaad daar op een ezel, op een veulen, ja. Daar reed hij op. En zo kwam hij binnen. Maar dan zie je dat hij hem dus een koning noemt, ja. Dus ziet uw koning. Koning. Nou, ik zet de tekst er even niet bij, want ik kom anders met het bord niet uit, denk ik. Maar dan weten we dus Zacharia 9 vers 8. Ik heb trouwens ook een heel mooi overzicht gemaakt. Dat zien we hier, maar dat heb ik ook op de site staan. Ik zet het ook bij het filmpje YouTube. Zal ik het eronder zetten en dan klik je erop en dan kom je daar op uit. Als je naar Zacharia 3 vers 8 gaat. Zacharia 3 vers 8. Wat zien we daar staan? Hoort nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken, want ziet... Ik zal mijn knecht, mijn spruiten, zie je het daar staan? Mijn knecht, de spruiten doen komen. Dus je ziet hier, mijn knecht. Knecht is ook een dienaar. Ik zet al even knecht. De koning, de knecht, wie is dat? Nou, als we denken net aan de evangeliën, dan spreken we over Matthäus. Nou ja, vanwege de ruimte doe ik het maar niet. Maar Matthäus was de koning. Marcus spreekt over de dienstknecht, de dienaar. Ja? Dus dan zie je dus ook al, ziet dus die aspecten die zijn geprofiteerd en ze hadden die kunnen zien in hem. En daarom zijn er ook 4 evangeliën. Ga met mij mee ook naar Zacharia 6, vers 12. Wat zien we daar staan? En spreek tot hen, zeggende, alzo spreekt de Heere, der Heerscharen, zeggende, zie, een man, wiens naam is Spruiten. Dus daar zien we de man of de mens, ja. Nou, ik zet het toch hier maar even achteraan. Matthäus. Marcus.
En wie spreekt over de mens? Lucas. Zie je het? Lucas. En dan krijgen we de volgende. Je zag hier 6, 6, 12, maar nu vers 13. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Hij zal het sieraad dragen. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden zijn. Sorry, dat slaat nog op deze. Oh, wacht. Een heel klein pijltje. Zo ja. Nee, ik pakte de verkeerde. We gaan nu naar Jesaja 40 vers 9. Jesaja 40 vers 9. Jesaja 40 vers 9. En wat staat daar? O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op en vrees niet. Zeg de steden van Juda, ziet, kijk, hier is uw God. Een profetie. Kijk, ziet, hier is uw God. Dus ja, ziet, hè, dus let op. En dan, uw God, de mens. En zoals ik al zei, Johannes portretteert Christus als God. Dus dat is een prachtig iets, hè? En dan krijg je nu ook, we hebben het net ook even gelezen, de spruittitels. Dus ik doe even een streepje zo. Ja, spruit. Dat is in de zin van een takje. Hè? Een boom die uitspruit. Hè? En zie je een stam en dan komt er een takje uit. Dat is een ander woord ervoor. Nou, kijk dan even naar Jeremia 23 vers 5. Jeremia 23 vers 5. Wat zien we daar staan? Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de David een rechtvaardige spruiten zal verwerken. Een rechtvaardige spruit. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Je ziet hier heel duidelijk de koning. Dus ja. De spruit, dus hier nogmaals. Nou, dan zet ik nu even de tekst er al bij. Ik zit eigenlijk een beetje te twijfelen. Ik zit even op mijn... Ja, de spruit hier ook weer als koning. Dus, nou, dat weten we in Matthäus. Als je kijkt naar Zacharia 3 vers 8, wat we net ook hebben gelezen. Zacharia 3 vers 8. Zie je hem daar ook als de spruit genoemd. Dus elke keer zien we dus drie beschrijvingen. Je moet wel schrift met schrift vergelijken. Je moet bladeren. Zacharia 3 vers 8. Nogmaals, zie je dus aan het eind van het vers. Ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Dus de spruit is hier ook weer de knecht. Ja, dus hier heb je ook weer knecht. De dienstknecht. Dat is... in Marcus. En als we dan verder gaan naar Zacharia 6, vers 12. Dan zie je ook een man wiens naam is Spruiten. Ja? Een man. Een mens. En ook hier weer uit Lucas. Zie je het? Allemaal in het Oude Testament. En als we dan naar Jesaja 4, vers 12 gaan. Ik ga er even snel doorheen. Jesaja 4, vers 12. Ik heb heel lang zitten twijfelen of ik dat op dat bord zou schrijven. Ik heb van alles geprobeerd om het helemaal op te schrijven. Ik doe het maar even op deze eenvoudige manier. Maar hier nogmaals, daar zie je met tekst en al, zie je dat prachtig erbij staat. Het is zo mooi als je dat al in het Oude Testament zo in Gods hoofd, dat hij dat allemaal heeft al geprofeteerd en heeft doen opschrijven. De Bijbel is gewoon één complete
eenheid met elkaar. Het staat in de diverse profetische boeken en het vormt een eenheid. En het is gelijkertijd een beeld van de viervoudige beschrijving van de Heer Jezus in de vier evangeliën. Ik zei dus, Jesaja 4 vers 2. Te dien dagen zal des Heren spruiten zijn. Tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde, tot vertreffelijkheid en tot verschiering, degene die ontkomen zullen in Israël. Wat staat daar? De spruiten des Heren. De tak, de uitbotting van de Heren, Jehovah. Dus dat betekent, als hij dat is, van Jehovah, nou dan is dat God uit Johannes. Ja? Van de Heren. Dus de Heren is God. Heren, hoofdletters. Is God. Dus je ziet hier vier keer, ziet de koning, de knecht, de mens en uw God in de evangelie, vier evangeliën, ook de profetie over de spruit waar die koning genoemd, knecht genoemd wordt, de mens of de man genoemd wordt en de Heere, uw God. Ook weer in. Je ziet hier dus de vier evangeliën al in het Oude Testament. Nou, en dan nu aansluitend wil ik met jullie heen gaan naar, naar de vier gezichten van de cherubs. En die vinden we in Ezechiël. Ezechiël. Ezechiël 1. Wonderlijk om te zien. Kijk, Ezechiël 1, vers 10. Dan zien wij, je moet dat natuurlijk zelf eventjes lezen, ik wil deze studie namelijk niet te uitgebreid doen. Want je ziet hier de troon en God die Jeruzalem gaat verlaten uit de tempel. Je ziet eigenlijk de troon van God en we weten de troon, daar zijn de vier cherubs op de hoeken van God woont te midden van het cherubim. En dat ziet hij in een visioen en dan zie je dat die troon, hij verlaat het heilige der heiligen en hij gaat uit de tempel en hij verlaat en hij gaat weg uit Israël. Dat is als ze worden weggevoerd naar Babel. Maar dan zie je dus in dat visioen, kijk, in 1 vers 5, Ezechiël, en uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. Dit was hun gedaante, ze hadden de gelijkenis van een mens. Ze hadden elk vier aangezichten en ze hadden allemaal, elke hadden ze vier vleugels. Het gaat over die cherubs. En hun voeten waren rechte voeten, hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf. En glinsterden gelijk de verf van koper. En dan zie je menshanden waren hun, onder hun vleugelen. Enzovoort enzovoort. Maar ik wil nu naar vers 10 gaan. Dus die cherubs, die hebben dus aangezichten. En die hebben, laat ik maar lezen. De gelijkenis nu van hun aangezicht, van die vier cherubs, hè, om de troon. Kijk, die hebben vier aangezichten. En van een mens, van een leeuw, wat zijn vier aan de rechterzijde zijn. En ter linkerzijde hadden die vier eens ossen en ook van een arend. Dus je ziet hier dus drie dieren en een mens. Nou, wat zien wij staan? Een leeuw. Even kijken, hoe ga ik dit hier beschrijven? Even kijken. Nou, dan doen we deze even ook weer zo. Ezechiël. Eén vers 10 onder andere. En dan zie jij de cherubs. Nou, dan zie je dus de leeuw. Waar denken we dan aan? Aan een koning. Ook weer dus in de evangelie. Dan wordt hij als koning geportretteerd. En dat is dus een leeuw. Ja? Dit zijn de schepsels die het dichtst bij de troon van God staan.
En ze portretteren daarmee dus de gelijkenis van de goddelijke natuur. En kijk, dan zie je dus ook, wat staat hier? Ik moet even goed opletten hoor. Os. Nou, wat moet een os doen? Die moet werken. Dus een knecht, ziet uw knecht in het Oude Testament, dat is Marcus. Hier zie je hem bij de spruit ook als knecht omschreven. En bij de gerub zie je hem als een os omschreven. En een os moet werken, dus dat is ook weer de dienstknecht. Dus waar zie je dat? Dat zie je dus vooral in het boek Marcus. En dan zie je dus ook weer het gezicht van een mens. Van een man. Nou, we weten, dat zien we dus in Lucas. Prachtig. En dan zien we uiteindelijk, ja, de adelaar. Daar staat er toch, de adelaar. En Arend, sorry. Arend. Nou, Amerika heeft de Amerikaanse zeearend in hun logo, zeg maar. Maar God spreekt ook als hij Israël heeft naar de Sinai geleid. Dan zegt hij, ik heb jullie als op de vleugelen eens arends hiertoe gebracht. Dus heel vaak wordt hij ook daarmee vergeleken met een arend. Nou, arend, dat is dus God. En die vinden we dus ook weer, hier is Matthäus, hier is het Marcus, de Evangelie. Hier hebben we Lucas en hier hebben we Johannes. En die beeldt hem dus ook weer uit als arend, dus ook weer God, ja. Dus ja, met andere woorden. Nou ja, met andere woorden, ik wil ook nog naar Ezechiël 10 vers 14. 10 vers 14. Zie ze ook weer staan. En elk een had vier aangezichten. Het eerste aangezicht was het aangezicht van een gerubs. Het tweede aangezicht was het van een mens. Het derde van een leeuw. En het vierde van een arend. En als laatste, Openbaring 4 vers 7. 4 vers 7. De troon die zien ze in de hemel. En dan zie je ook weer vers 6. En voor de troon was een glazen zee kristalgelijk. En in het midden des troons en rondom de troon vier dieren. Zijnde vol ogen van voren en van achteren. En dan zie je, en het eerste dier was een leeuw gelijk. Het tweede dier een kalf gelijk. Het derde dier had het aangezicht van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend tegelijk. Gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf vleugel rondom. Nou, dat is helemaal in een eenheid met wat we in Ezechiël lezen. Dus dat prachtig beeld zie je ook weer, ja, die viervoudige weergave van wie Christus dan ook is. En dat is ook het antwoord op dus de vier evangeliën, daarom dat we die hebben. Nou kijk ik even, heb ik hem? Ja, deze wou ik ook nog even doen. Het is mooi om te zien, Exodus 26, vers 31 en 32. Daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwind linnen. Van het allerkunstelijkste werk zal men hen maken met gerubs. Dat is dat prachtige voorhangsel. En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittimhout. Vier. Met goud overtogen. Hun haken zullen van goud zijn, staan op vier zilveren voeten. Ja, dat is prachtig als je dat ziet. Dat is dat voorhangsel waarachter dus de ark met het verzoendeksel is en de gerubs. Nou, en dat is prachtig om te zien. Je ziet hier dus de vier pilaren, zeg maar. Wat staat er in vers? Even kijken, wat stond dan ook weer? Nou ja, vier pilaren, daar staat dat in vers 32. Waarop dus, ja, dat voorhangsel met die afbeelding van die gerubim daar hing. En nou ja, dan zie je het hout, dat is een beeld van zijn menselijkheid. Goud is natuurlijk zijn godheid. Dus zoals de vier pilaren dienen om het prachtige gordijnvoorhangsel te laten zien wat erop staat, zo ook met de vier evangeliën ook de volmaaktheid van God openbaren in de Zoon van God die onder de mensen heeft gewoond, getabernakeld, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk de afsluiting nu voor waarom er vier evangeliën zijn.
Het heeft dus te maken met het in beeld brengen van de vier aspecten van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En die zien we dus al in het Oude Testament al helemaal geprofeteerd. En dat is de reden waarom er vier evangelieën zijn. Het zijn de vier verschillende invalshoeken in verband met zijn koningschap, met zijn knecht zijn, met zijn mens zijn en met zijn God zijn. Ja? Dat is dus de reden waarom er vier evangelieën zijn. Oké, ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken en tot de volgende les. Ja, goeiedag, daar ben ik weer. Ja, vanochtend moest ik echt afsluiten, iets te snel naar mijn zin, want ik moest weg. Dat duldde geen uitstel. En dat was vanochtend, en ik ben nu inmiddels 19:30 avonds. En ik denk, ik ga er toch nog even dat eraan toevoegen. Dan plak ik het eraan vast. Dus vandaar dat jullie deze overgang opeens zien. Maar ik ben met jullie toen geëindigd in Exodus 26, vers 31 en 32. Je hebt daar die vier pilaren. En waar dus dat voorhangsel hing, waar dus die cherubim op geborduurd waren. En als je met mij meegaat naar Hebreeën 10 vers 19 en 20, dan zie je dus ook, wat daar staat over dat voorhangsel. Dat laat namelijk zien dat dat dus een beeld is van zijn vlees. Dus denk aan het voorhangsel en dan heb je dus de vier pilaren. Denk aan de vier evangelie, die cherubs die erop geborduurd zijn. En dan zie je, dat is dan tegelijkertijd een beeld van de Heer Jezus. Waarin dus ook weer dit samenkomt. De koning, de knecht, de mens en hij is God. Dus Hebreeën 10 vers, wat was het? Vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Nou, denk eraan, op aarde was het de hoge priester, die mocht eenmaal per jaar met het bloed van naar binnen, dan ging hij in het heiligdom. Maar dat was allemaal een beeld. Ook door dat voorhangsel. Dus een mooi beeld, dat is alleen door Jezus Christus heb je toegang tot God. Nou, dat is deze tekst uit Hebreeën die dat ook illustreert. Dat hij zegt ook, het is natuurlijk in de grote verdrukking dat deze tekst zich afspeelt. Maar je hebt vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, in het hemelse heiligdom waar God echt woont. En dan door het bloed van Jezus. Nu is het door het bloed van Jezus, niet van dieren en bokken. Op een verse of een nieuwe en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Kijk, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Zie je, dat voorhangsel was dus een beeld van zijn vlees, van zijn lichaam. Dat is Christus. Nou, prachtig beeld natuurlijk, als we vooral weten, dat beschouwen met wat we net allemaal hebben geleerd met deze vier dingen. Je ziet in het Oude Testament, je ziet hier de evangelie, dat komt daarin terug, spruit, ik zei het al, ik zal het op de link hieronder zetten met YouTube en ook op de website van de Genade Bijbelgemeente. En in Ezechiël 1 vers 10 en nog een aantal versen die we daarbij gelezen hebben. Als laatste wil ik dan nog gauw even met jullie naar Openbaring. En dat heb ik ook niet kunnen zeggen en dat vind ik toch eigenlijk te mooi om dat niet te doen. In Openbaring, dus met die vier pilaren en dat voorhangsel. Ja, dat laat toch prachtig de vier evangeliën ook weer zien. Die de volmaaktheid van God de Zoon laten zien. Die dus, nogmaals, wat ik zei het net ook al, heeft geleefd onder de mensen. Maar getabernakeld, want ons lichaam wordt ook een tent genoemd. Hè? Een tabernakel is een ander woord voor tent. Maar kijk, in Openbaring 4, vers 6 en 7, we hebben het al gelezen, over die troon. En dan zie je rondom de troon vier dieren. En dan zie je in vers 7, waar gaat het mij nu om, waarom lees ik het weer? Nou, let op de volgorde. Het eerste dier was een leeuw gelijk. Dat is dat? Dat is de koning uit Matteüs. Het tweede dier, een kalf gelijk. Dat is Marcus, de knecht. Het derde dier had het aangezicht als van een mens, Lucas. En het vierde dier, een vliegende arend tegelijk, dat is God, Johannes. Wat valt hieraan op? Dat het zodanig staat beschreven dat het precies overeenkomt met de volgorde van de Bijbelboeken, de vier evangeliën. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
Zo zie je maar hoe prachtig dat woord in elkaar zit. En hoe God dat in zijn, ja, in zijn grootheid, in zijn genialiteit voor de grondlegging der wereld dit allemaal bedacht heeft. En het ook heeft laten opschrijven. Honderden jaren, duizenden jaren voordat het allemaal zou uit gaan komen en beschreven zou worden. Dus in het Nieuwe Testament. Dus ik zou zeggen, overdenk dat nog goed en lees ook de tekst nog even. Je krijgt er ook vragen over. Maar dit was dus les 5. Tot de volgende keer, want dan gaan we weer met les 6 verder. En dan praten we over weer een ander iets. Maar dat hoor je dan wel. Groetjes, tot ziens.